Hallo, je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik sta vandaag bij mijn make-up stash, want het is hoog tijd dat ik die helemaal ga uitzoeken en opruimen. Want ik heb het uitgezocht voordat ik mijn kamer ging veranderen, maar de verandering van mijn kamer duurde natuurlijk veel langer dan ik had gedacht. Waardoor er in de tussentijd best wel veel weer bij is gekomen, dus ik heb het nu voor nu gewoon even weer teruggegooid in de lades. Zoals het er daarvoor ook in zat. Maar ik heb best wel veel erbij. Waardoor het niet meer zo goed past. Nou heb ik ook een tweede aanlegskast. Dus in principe kan ik gewoon één hele kast gebruiken voor mijn make-up. En de andere kast voor andere spullen. Waardoor ik gewoon een andere indeling kan gaan maken. Ik heb ook andere opbergbakjes en zo. Dus ik dacht, ik ga het gewoon helemaal opruimen. Uitzoeken. En dan ga ik het opnieuw indelen. Dus in deze video ga ik alles met jullie uitzoeken. Dus alles helemaal opruimen. Kijken wat ik hou, wat ik niet hou. En dan komt er van de week een tweede video online waarin ik alles opnieuw indeel. Dus mocht je daar zin in hebben, doe dan vast even een duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. Dit is hoe mijn stash er nu uitziet. De eerste lade ligt dus vol met eigenlijk alles voor de basis. Hierachter liggen backups. Een of andere mist die ik niet zo vaak gebruik. En wimpers, concealers, wenkbrauwen, setting sprays, poeders, foundation, concealer. Hier ligt allerlei mascara, et cetera. Eigenlijk van alles voor de basis. In de tweede la liggen al mijn blushes, bronzers, highlighters en gezichtspaletjes, et cetera. Je ziet het, vooral de highlighterbak is aan het ontploffen. Hier is gewoon weinig ruimte over. Dus dit moet echt uitgezocht. De lipsticklade. Dit voorste gedeelte is hartstikke mooi opgeruimd. Mocht je afvragen welke opbergding dit is. Deze heb ik zelf gemaakt. Ik zal de video, de DIY, even hierboven linken. Maar dit vak is echt aan het uitspuilen. Het zijn allemaal liquid lipsticks. En het grabbelt gewoon niet zo makkelijk meer. Dus ik wil waarschijnlijk twee aparte lades gaan maken. Net als dit. Dit is ook gewoon niet handig. En hier dan nog wat lippenbalsems. Dan heb ik hier zo de la met oogschaduwpaletten. En hier past gewoon niks meer bij. Nou is dit dus ook een ondiepe lade. Dus ik wil waarschijnlijk een van die diepere lades gaan gebruiken hiervoor. Maar ja, dit past gewoon niet. Ik heb nog paletten liggen met een reviewbakje. En dat gaat hier gewoon niet meer bij passen. En dan heb ik vervolgens nog een lade met allemaal nagellak. Die heb ik toen uitgezocht. Dat vind ik op zich best prima. Alleen al die losse spulletjes wil ik misschien in bakjes doen of zo. Dus dit hoef ik niet uit te zoeken. Maar ga ik wel opnieuw indelen, denk ik. Ik ga het in ieder geval per categorie even op mijn bed leggen. En dan alles samen met jullie uitzoeken. En kijken wat er bewaard gaat blijven en wat er weggaat. Goed, ik heb alles uit de eerste la hier neergelegd. Dus foundation, concealer, eigenlijk alles voor de basis. En ik heb hier zo mijn bak voor alle producten die ik weg ga doen. Die ga ik weggeven aan vriendinnen of aan een goed doel. Dus je hoeft niet te vragen of jij wat mag ontvangen, want dat ga ik gewoon niet doen. Even beginnen dus. Nou, als eerste, dit zijn backups, dus die bewaar ik sowieso. Nou, dat is deze. Ik hou echt van de Fit Me Foundation van Maybelline, dus dit gedeelte bewaar ik allemaal. Ik vind deze ook wel echt fijn, maar daarvoor moet mijn huid iets minder droog worden dan dat hij op het moment is. Deze vind ik echt niet fijn, dus die ga ik weggeven. Hier heb ik twee fixing sprays van NYX. Dit is de dewy finish en de matte finish. Ik gebruik ze allebei, de dewy wat meer. Dus ze zijn allebei bijna op, maar die ga ik allebei bewaren. Dat is allebei mijn wenkbrauwproducten. Van de poeders is deze echt best wel goor en bijna op. Dus die ga ik wegdoen. En dan hou ik die van Essence. Deze komt uit de Ethos kerstcollectie volgens mij. Het is een glitter spray voor je haar en je, je hele lichaam. Maar ik gebruik het gewoon niet. Dus ik denk dat ik daar iemand anders blij mee ga maken. Qua nepwimpers heb ik drie verschillende. En ja, die heb ik gewoon liggen. Dus die gebruik ik graag. Qua concealers heb ik mijn geliefde Revolution concealer. En ik heb drie van de Redefine en nee, van de Long Lasting Perfection van Collection. Die vind ik ook heel fijn. Heb ook dus backups van. En deze van Revolution heb ik nog steeds niet gebruikt. Dus ik wil hem nog gaan testen. Dus die bewaar ik ook. Qua mascara's kan er denk ik wel aardig wat weg. Sowieso bewaar ik deze. Dit is de Glam & Doll Waterproof. Dat is echt mijn favoriet. Deze heb ik getest voor een video. Vond ik echt niet fijn. Deze is zo goed als op volgens mij. Die van Primark pak ik gewoon niet. Deze is van de kerstcollectie, die is ook op. Die van de Hema B collectie heb ik voor jullie getest. Vond ik niet fijn. En deze ga ik nog even bewaren. Het enige nadeel is dat die niet waterproof is. En ik gebruik graag waterproof. Maar ik vind hem wel heel erg fijn. Ik kom van Makeup Factory. Heb ik gereviewd op mijn blog. Qua eyeliners en dergelijke denk ik dat ik alles ga bewaren. Ik heb hier namelijk twee Vivid Brights van NYX.
Ik heb een witte van NYX. Ik heb het Jumbo Eye Pencil van NYX in Milk. Ik heb hier een gouden highlighter en hier nog een. Ik denk dat ik die van Ethos weg ga doen. Ik heb een oogschaduwbasis. Zo'n chalky eye shader van Hema. Vind ik heel tof op de onderste wimperrand. En mijn favoriete eyeliner. De Liquid Ink Eyeliner van Essence in Waterproof. En als laatste heb ik hier nog allerlei primers eigenlijk. En ik moet zeggen, deze was vroeger echt favoriet, maar ik gebruik hem niet meer zo vaak. Maar ik ga hem toch nog even bewaren. Dit is echt mijn all-time favorite. Die heb ik afgelopen jaar ontdekt. En ik vind hem echt geweldig. Die van Catrice vind ik heel erg fijn. Deze is eigenlijk... Oh nee, er zit nog wel iets in. Oké, ik ga hem nog even opmaken. En deze is echt volledig nieuw en gebruik ik gewoon niet meer. Die gebruikte ik hiervoor eerst heel erg veel, maar nu heb ik gewoon andere. Hij is nog helemaal nieuw, dus die ga ik gewoon aan een vriendin geven. En dan is dit dus wat er weggaat van de eerste ronde. Het is niet mega veel, maar wel net eventjes wat minder, zodat het iets beter in de laag gaat passen, denk ik. Gaan we verder met al mijn bronzers, blushes en highlighters. Ik hou hier heel erg van. Ik heb de palettes nog niet gepakt, die gaan we zo meteen doen. Maar ik ben bang dat hier weinig van weggaat. Ik heb namelijk echt best wel veel favorieten en ik wissel dit heel erg veel af. Mijn absolute favoriete bronzer is echt deze van Physicians Formula. Ik heb laatst deze van Makeup Factory ontvangen uit de bronzing collectie. En die vind ik echt ontzettend mooi, dus die bewaar ik ook graag. Deze is zo oud dat de verpakking helemaal kapot is van Catrice. Maar ik vind hem echt heel fijn als budget variant en hij is niet meer te koop. Deze is wel nog te koop en deze heb ik letterlijk nog geen eens aangeraakt. Ik heb hem nog nooit gepakt. Dus ik denk dat ik daar ook weer een vriendin blij mee ga maken. Deze heb ik kort geleden gereviewd. Of moet de review zelf nog van komen. Hij is van Essence. En dit heet dus officieel een blush te zijn. Maar ik vind het veel meer een bronzer. En ik vind hem echt heel erg mooi. Dus die vind ik ook top voor als ik een budget look wil maken. En als laatste heb ik nog deze Chocolate Heart. Die heb ik met de kerstcollectie. Zo'n grote chocolade heart ook gereviewd gehad. En die vind ik ook echt heel mooi. Dus die blijft. Qua blushes heb ik twee van die blushing hearts. Dit is de Candy Queen of Hearts. En dit is gewoon blushing heart. Die vind ik ook heel mooi. Dan heb ik van Kiko er twee gekregen van Joyce. Die ze weg deed. Dat zijn deze. En ook deze uit een limited edition. En die wil ik allebei nog graag gaan proberen. Deze van Primark heeft me echt verbaasd. Ik wil misschien zelfs meer kleurtjes gaan halen. Dus die hou ik ook. Deze van NYX gebruik ik niet zo vaak. Omdat die mega heftig is. Maar ja, wel heel erg mooi voor bepaalde looks. Deze van Ofra is een heel erg grote favoriet. Het is Chameleon. Het is een mini. Maar ja, als je zoveel hebt, heb je niet zo'n grote nodig. Deze komt uit een oude collectie van MAC. De Caitlyn Jenner blush. Heel erg blij mee, dus die gaat ook zeker niet weg. Milani Luminoso, heel erg populair was die. Ik gebruik hem graag als ik een beetje een rustige look wil maken. En dan als laatste heb ik er nog eentje van Catrice. En dat is ook echt mijn budget favoriet. Dus van blushes gaat er eigenlijk niks weg. Qua highlighters heb ik er deze van Catrice. Deze is een beetje kapot gevallen toen. In de review al. Vind ik wel heel erg mooi. Deze Dragon's Heart vind ik echt geweldig. Dus die blijft ook zeker. Hier heb ik een budget favoriet van Catrice. Deze van Wet n Wild moet ik zeggen dat ik niet echt geweldig vind. Ik heb hem ook maar één keer gebruikt in een video. En ik denk dat ik die gewoon weg ga doen aan een vriendin. Deze van Essence weer. Is ook best wel nieuw. Die gebruik ik graag. Deze van de Primark. Ik ben dus bang dat dit een overspray is. Hij is wel mooi. Maar ik heb zoveel dat ik dan liever een vriendin hier blij mee ga maken. Hier een paar van mijn pareltjes. De Too Faced Diamond Light. Dit is Ofra Glazed Donut. Ook echt amazing. Hier heb ik MAC Lightscapade. Ik wil die andere ook nog. Hoe heet die ook alweer? Nou ja, jullie snappen wel wat ik bedoel. En NARS Orgasm vind ik ook echt amazing. Hier heb ik nog mijn Becca highlighter. Die gebruik ik op het moment heel erg veel. Dit is Champagne Pop. En dan heb ik nog een budget favoriet. En dat is Glazed Donut van Essence. En het is wel grappig, want ik heb dus van Essence de Glazed Donut. En ik heb van Ofra de Glazed Donut. Dus ze lijken echt een beetje op elkaar. Maar Essence komt lang niet in de buurt van hoe heftig die van Ofra is. Maar allebei heel erg mooi. Dus van deze categorie ging er eigenlijk niet zoveel weg. Goed.
goed, gezichtspaletten. En daarvan heb ik er, zoals ik al zei, ook best wel een paar. Ik heb deze van NYX en die gebruik ik niet heel erg vaak, moet ik zeggen. Maar er zitten echt hele mooie tinten in, dus die bewaar ik graag. Deze shimmering drops van Ethos gebruik ik niet omdat ze vloeibaar zijn. En ik gebruik gewoon liever geen vloeibare producten, dus die ga ik iemand anders geven. Dit is mijn nieuwste aanwinst, het Game of Thrones Mother of Dragons Highlight Palet. Ja, die moet gewoon blijven. Echt amazing palet. Dit is een van mijn all-time favorite contour palettes. Dit is die van NYX, het Highlight en Contour Pro palet. Mocht je nog een relatief budget contour palet zoeken, dan is dat echt een aanrader. Ik heb namelijk ook deze van de HEMA B collectie. En ja, het was niet helemaal 100% mijn ding, laat ik het zo zeggen. Dan heb ik hier een hele mooie blush duo van Kiko. Die vind ik ook echt heel gaaf. Dit is ook echt zo'n heel mooi paletje. Met de Mary Lou, Cindy Lou en Betty Lou Manizers van de Balm. Dat is een van mijn eerste budget, luxe producten. En die vind ik echt heel mooi nog. Deze is ook echt amazing. Deze komt uit de Ethos kerstcollectie. En dit is zo'n ontzettend mooie bronzer. En ook die highlighter is echt prachtig. Dus die bewaar ik graag. Net zoals deze. Het is ook echt een heel erg mooi budget highlight palette van Sleek. Dus die bewaar ik graag. Deze van Catrice. Ja, ik vind hem niet heel bijzonder. Dus ik denk dat ik daar iemand anders blij mee ga maken. Dat heb ik maar één keer gebruikt. Hier heb ik mijn NARS Orgasm en Laguna Bronzer Duo een kleintje. En ik ben hem de afgelopen tijd eindelijk gaan gebruiken. Want in mijn vorige opruimvideo vertelde ik al dat als ik hem niet zou gaan gebruiken, ik hem weg ging doen. Maar ik ben hem erbij gaan pakken en hij is toch wel heel erg mooi. En dan als laatste heb ik nog het HEMA B Photo Filter Face Palette. En ik vind deze highlighter heel erg mooi. Die andere drie gebruik ik eigenlijk niet. Maar die ene gebruik ik echt heel graag. Dus die bewaar ik ook graag. Oké. Tijd voor allemaal lipproducten. En zo op een berg vind ik het best wel meevallen hoeveel het is, om eerlijk te zeggen. Ik ga even beginnen met deze van de Action. Ik heb namelijk een tijdje terug heel veel Action lipsticks getest. En daarvoor vond ik eigenlijk alleen deze fijn. Maar alleen dit kleurtje vond ik mezelf echt staan. Dus die andere drie ga ik weggeven aan vriendinnen. En dan heb ik hier een aantal van HEMA. Een soft matte. Ik heb hier twee Catrice Ultra Matte Lip Artist. Vind ik heel erg fijn. Net als deze van een limited edition van Catrice. Hier heb ik een Catrice Matte Lover Lipstick Pen. En ik moet zeggen, die pak ik er echt nooit bij. Dus die gaat ook naar een vriendin. Hier heb ik Menial, geen idee. Volgens mij heb ik deze ooit in een beautybox gehad. Gaat ook naar een vriendin. En hier weer een soft matte lip van de HEMA. Hier heb ik drie van mijn lippenbalsams. Ga ik bewaren. Oftewel, nee, ik ga deze eigenlijk wegdoen. Dit is een Baby Lips. Maar omdat die heel erg veel glitters in zich heeft, ga ik hem wegdoen. Want ja, ik pak hem nooit door die glitters. Hier heb ik nog meer van die Action lipsticks. En dit zijn uit de set met de hele kleine lipstickjes. Zijn dit allemaal? Nee, het waren er 6. Ik vond dit dus echt geen fijne lipsticks. Ze slijten heel erg snel. Ze zijn heel erg doorzichtig eigenlijk. Een beetje sheer. En ze glanzen. Dus ik vind ze gewoon niet fijn. Dus die ga ik wegdoen. Hier heb ik een hele mooie Urban Decay lipstick. Die ga ik sowieso bewaren. Hoe heet deze? Dit is Hitchhike. Heel erg mooi ook bij het Naked Heat palet. Hier nog meer Action lipsticks. Ja, sorry. Het lijkt echt alsof ik niet van hele goedkope make-up hou. Maar ik vond deze gewoon echt, echt niet fijn. Dus die ga ik ook weg doen naar mijn vriendin. Maar ik hou wel deze van de Primark. Dit was ook maar 1,50. En deze vind ik zo fijn dat ik waarschijnlijk meer kleurtjes wil gaan halen. Dus ik hou wel van budget. Alleen sommige dingen bevallen gewoon niet. Hier heb ik twee van mijn favorieten van Colourpop. Die zitten zelfs nog in de verpakking. Want ze zijn dus uit de Disney collectie. En ik vind dit zo ontzettend leuk. Als mijn camera er tenminste op wil scherpstellen. Nee. Zo, nu kun je ze goed zien. Dit zijn dus Ariel en Belle van de Colourpop Disney collectie. En die vond ik zo ontzettend gaaf dat ik deze heb bewaard in de verpakking. Hier heb ik een paar lipsticks uit de Ethos kerstcollectie. En deze kleur vind ik wel mooi om te houden. Die ga ik er ook nog wel bij pakken, denk ik. Maar ik heb ook deze kleur. Hop. Nou, ten eerste is die dus gebroken. En ten tweede is het dus één grote gouden glitter. Dus dit pak ik gewoon niet. Dus die gaat ook weg. Dan heb ik hier een Kate Moss lipsticks van Rimmel. Vind ik heel erg mooi.
Al mijn MAC lipsticks ga ik gewoon bewaren. Dus die schuif ik gewoon gelijk zo even opzij. Die heb ik allemaal met heel veel liefde uitgezocht. Dus dat zijn gewoon echt kleuren waar ik stuk voor stuk heel blij mee ben. Dan heb ik hier van Hema B de Glitz in a Stick. En dit is dus een zogenaamd metallic lipstick. Maar hij is niet metallic. Hij is ook niet mat. Want er stond op de website mat en op de lipstick stond metallic. Het is echt allemaal het net niet. Dus ik vind het gewoon daardoor geen lipstick die ik erbij pak. Dus ja, die gaat ook weg. Dan heb ik er hier drie van Makeup Revolution uit de Dragon's Dare collectie. En deze vind ik alle drie heel gaaf. Het zijn drie donkere kleuren. Die bewaar ik. Net als deze van Kiko. Het is een hele mooie matte lipstick. Die dus. Dan heb ik er hier een aantal van Catrice. Dit zijn mijn favorieten van Catrice. Allerlei matte lipsticks. Sommige zitten nog in het assortiment. Sommige niet. Ik denk dat ik deze kleur weg ga doen. Omdat die mij gewoon niet zo mooi staat. Hij is veel te cool voor me. Deze vind ik heel heel gaaf. Het is een hele mooie roze tint. Dan heb ik hier Matte Traction. Echt een hele gave felle matte lipstick. Heel tof in de zomer. Hier heb ik It's a Matte World. Ook heel erg mooi. En ik heb hier nog Maroon. En dit is ook een kleurtje dat ik niet helemaal voor mij vind. Dus ik denk dat ik die wel weg ga doen. Dan heb ik hier de Sleek Matte Mies. Die vind ik heel erg fijn. Ik heb zelf Shabby Chic en Birthday Suit. Mijn Ofra Liquid Lipstick vind ik heel erg fijn. Deze heb ik laatst van Joyce gehad. Ik kreeg van jullie ook mega veel complimentjes op. Dus dat is die. Deze drie van Ofra heb ik dus. Duchess, Ultimate Red en Miami Fever heten ze. Dan heb ik hier zo een Maybelline Superstay Matte Ink. En ik vind hem echt mega fijn qua formule en dergelijke. Maar hij is gewoon niet mijn kleur. Dus ik ga hem toch wegdoen. Ik hoop dat ik een ander kleurtje kan scoren. Dat wel echt mijn ding is. Qua NYX heb ik een heleboel. Deze zit zelf nog in de verpakking. Want het is een backup. Hoe heet ze? Soft Matte Lip Creams. En die vind ik echt mega fijn in gebruik. Ik heb er echt mega veel zoals je kan zien. Dus die bewaar ik ook allemaal. Ik heb er zelfs nog meer liggen in mijn reviewbak. Dus dat moet je nagaan. Hier heb ik er twee van Catrice. Die zijn redelijk nieuw. Dit zijn de Generation Matte Liquid Lipsticks. En ik vind ze qua formule op zich wel fijn. Maar de een dekt wel en de ander niet. Dus deze ga ik bewaren en deze niet. Degene die ik bewaar is 090 Girls Bite Back. En degene die weggaat is 050 Danger Lips. Dan heb ik hier een NYX Liquid Suede in de kleur Soft Spoken. Ga ik bewaren. Hier zo van Douglas de Heaven Lipstick in Soft Matte. Ik vind dit een hele gave kleur. Alleen ik pak hem dus nooit. En ik vind dat zo zonde. Hij is ook met zo'n leuk kliksysteem. En dan komt het hierboven eruit. Het is echt zo'n puffy applicator. Dus die ga ik aan een vriendin geven. Ik weet zeker dat ik daar iemand blij mee kan maken. En dan blijven mijn Colourpop lipsticks over. En ja, die wil ik ook allemaal gewoon bewaren. Mijn favoriet is overigens deze. En, oh nee, waar is die? Ik heb eigenlijk één favoriet. En dat is de kleur... Ik zal het even in beeld zetten, want ik ben even de naam kwijt. Maar echt amazing die kleur. En als laatste categorie gaan we verder met alle oogschaduw. Als eerste heb ik twee losse oogschaduws van Makeup Factory. Ik had vorige keren net al mijn losse oogschaduws weggedaan, omdat ik ze nooit gebruik. En toen kreeg ik deze dus laatst in een perspakketje. En ik vind ze echt heel erg mooi. Dus nu wil ik ze toch een soort van houden. Ondanks dat ik weet dat ik eerder naar een palette ga. Maar ik ga ze toch bewaren. Want ze zijn echt heel erg mooi. Dan heb ik hier mijn Naked Urban Decay Basics palet. En je kan ook wel zien aan de pen hier dat ik die graag gebruik. Hier heb ik het Revolution Dragon's Heart palet. Mega mooie kleuren. Lekker budget. Ook echt een toppertje. Het Anastasia Modern Renaissance palet. Ja. Ik snap, denk dat jullie wel snappen dat ik deze wil bewaren. Dat is mijn Naked Heat palet. Ook echt mega gaaf. Ik heb Naked Cherry nog liggen om te reviewen. Dus die komt binnenkort ook in mijn stash. Ik heb hier het Urban Decay Naked Ultimate Basics palet. Heel erg mooi. En ik denk van ja, ik bewaar deze dan graag voor op reis. En dan deze gewoon voor thuis. Hier heb ik het Hema B palet. En ik moet zeggen... Ik vind de kleuren gewoon niet zo speciaal. Het zit in andere palettes ook wel. Dus ik ga deze aan iemand anders geven. De kwaliteit is wel heel erg fijn. Dus zeker een aanrader. Maar ik gebruik hem gewoon niet genoeg. Heb ik hier uit een limited edition van Catrice. Een oogschaduwpaletje.
Deze is echt van jaren terug, maar ik vind hem zo ontzettend mooi. Ik kan hem toch nog blijven bewaren. Hier heb ik van Colourpop het Dream Street palet. Mega, mega, mega mooi. Dus die bewaar ik. Ik heb trouwens van Colourpop ook het Disney paletten. Die kreeg ik voor de kerst van mijn moeder. Ook mega mooi. De Colourpop paletten zijn trouwens echt mega fijn, maar wat lastiger aan te komen. Dus elke keer als ze gratis verzending hebben, dan sla ik ze even in. Dan heb ik hier zo het Face palet van Ethos uit de kerstcollectie. Vond ik wat minder. Ik vond het gezichtspaletten gewoon mooier. Dus deze bewaar ik niet. Van Primark heb ik hier het Gold Rush palet. En deze is echt heel erg fijn. Niet hele bijzondere kleurtjes, maar wel echt top als ik een budget look wil maken. Dus die bewaar ik. Dan heb ik hier zo een palette wat ik nog nooit heb gebruikt. Volgens mij is dit ook geen vaste collectieproduct. Het is namelijk het 1000 palet van Revolution. Volgens mij was het toen ze 1000 volgers haalden of zo. Ze die uitbrachten en heb ik toen gratis gehad ergens. Dus ik denk dat ik die op mijn winactiestapel ga leggen. Zodat ik die een keer weg kan geven aan een van jullie. Hier heb ik het W7 Neon Night paletten. En deze bewaar ik gewoon voor specialere looks. Niet dat ik hem vaker bijpak. Maar ja, je weet het nooit. Hier echt een mega mooi palet van Too Faced Pre-Rich palet. Inclusief een boekje met looks die je ermee kan maken. Maar moet je even kijken hoe gaaf is dit paletten. Dus die bewaar ik natuurlijk. Die heb ik een tijdje terug voor mezelf als cadeautje gekocht. En ik ben er mega blij mee. Hier heb ik het Catrice Suburbia Volume 1 palet. Heel erg mooi. Ik moet zeggen, deze heeft me echt verbaasd. Dus die ga ik ook nog even bewaren. Het is alleen een onhandige vorm voor in mijn make-up stash. Maar goed. Ja, ik heb echt hier een heleboel van die chocolate palettes liggen van I Heart Revolution. En ik ben er gewoon gek op. Dus die ga ik allemaal bewaren. Ik heb er echt mega veel. Overigens is dit volgens mij een gezichtspalet. Juist. Het is het Praliné palet. En die gaat dus eventjes in een andere la. Maar die blijft ook. Dus dit blijft bewaard. Heb ik hier van Revolution het Fortune's Favorite The Brave palet. Echt een perfect palet voor op reis. Want er zit echt van alles in. Je hebt er blauw, groen, nude, paars, roze. Van alles. Dus hier kun je eigenlijk alle kanten mee op. Dus die blijft ook. Hier heb ik weer een Urban Decay palet. Het Gwen Stefani palet van jaren terug. Mega mooi. Volgens mij valt het wel op dat ik van Urban Decay hou. Heb ik hier twee paletjes van Makeup Academy. Deze blauwe vind ik echt mega fijn. Dus die bewaar ik. Want ik heb ook niet zoveel blauw. En deze vind ik echt totaal niet fijn. Dus die gaat wel weg. Heb ik hier het Sleek Garden of Eden palet. Met allemaal groene tinten. Heb ik niet zoveel. Dus bewaar ik. Deze vond ik niet zo heel erg. Ja, hij is mooi. Maar ik mis gewoon de echt donkere kleuren. En dit soort tinten zitten ook wel in andere palettes. Dus ik ga hem toch aan iemand anders geven. En als laatste heb ik hier het Essence Follow Your Heart eyeshadow palet. En deze, ja, ik bewaar hem elke keer omdat hij heel erg mooi is. Maar ik heb gewoon genoeg palettes met dit soort kleuren. Dus iemand anders is hier vast blij ermee. Goed, dan is dit dus de bak met alles wat ik weg ga geven aan vriendinnen. Ik vind het best wel goed van mezelf. Maar ja, dit is dus wat er blijft. Dus ik moet wel nog eventjes gaan kijken dat het allemaal in mijn lades gaat passen. Goed, dan was dat het dus voor deze video. Ik denk dat die al lang genoeg is namelijk. En ik heb alles uitgezocht. Dus in de volgende video ga ik je laten zien hoe ik alles weer in mijn ladekasten indeel. Ik ga de hele ding omgooien. Dus ik denk dat jullie dat ook wel leuk vinden om te zien. Die video komt van de week. En mocht je daar zin in hebben, dan moet je je natuurlijk hieronder even abonneren. Is helemaal gratis. Help je mij heel erg mee. En dan mis je die video dus niet. Doe natuurlijk ook nog even een duimpje omhoog voor deze video. Hopelijk dat je het leuk hebt gevonden om te zien. En dan zie ik je graag terug bij mijn volgende video. Doei doei!